wordt herontwikkeld. En hier in de buurt komen nog wat extra woningen bij. Hard nodig. En volgens mij wel nog meer in petto. Ja. Hey, hoe gaat het met de verkiezingen? Eigenlijk, we gaan vereen. Wat nou zo mooi is, hè? Want ik hoor de laatste tijd, we gaan op een lokale partij stemmen. CDA's, dat zijn ook gewoon lokale mensen uit de omgeving zelf. Ja. Er is zo'n filmpje, ja. Daar zegt lokaal betrokken. Ja. Hè? Maar van gemeente hebben wij lijntjes naar de provincie, naar de Tweede Kamer en naar het Europees Parlement. Nou, ze zijn vandaag allemaal aanwezig hier in de kantine van SJC. Dus we bewijzen vandaag dat het gewoon kan. Ja, want we zijn net bij Estec geweest en dan zie je dat er ook heel veel geld is, nodig is vanuit Europa, vanuit het Rijk, vanuit de provincie, om hier de werkgelegenheid en de kennisindustrie te behouden. Kernwaarden bijna van het CDA zie je, hè? Landbouw, natuur, migratie, immigratie hebben we vanmiddag ook gehad. En high-tech. En dat alles moeten we ondersteunen. Precies. Gewoon, hij komt even voorbij lopen hoor. Maar ik trek hem gewoon even aan het jasje. Want nou, even wachten hoor. Ja, even wachten, want zo gaat het bij het CDA. Gewoon de Tweede Kamerleden zijn ook gewoon aanwezig. Chris van Dam. Nou, dat vind ik het mooie van onze partij. Dat je niet alleen lokaal bezig bent, maar ook provinciaal en ook landelijk en Europees. Europees. En die lui die ontmoeten elkaar ook nog gewoon. Dus die hebben boodschap aan elkaar en daar gaat het om. En je krijgt dus spontaan een traan van die man. Ik heb het in de gaten. Ja. En we gaan het zo over de landelijke subsidie hebben. Ik ben even weer koffie drinken. Ja, dat is goed. Ja. En dan heb ik het over Europees, gewoon Wim van de Kamp. We gaan hem niet storen, want hij is bezig gewoon hier met mensen uit Noordwijk om even te praten. Jeetje Roos. Hey Job, is het jouw voetbalclub? Ja. Ja? Van kinds af aan, ik stond hier als jongetje. Dat is van kinds af aan, dat is 43 jaar geleden. Ja, ongeveer iets minder. Is het onderlaat geworden? Vriendibo bij de voetbalclub. En die provincie is echt wel leuk hoor. Zo. Ik krijg net een leuke tip. De Space Expo. Leuk om je campagne te lanceren.